Die moet dit. Even een dansje, plantaardbeeld. Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe Bunny Movie. En natuurlijk, nu ik op jullie beeld thuis ben, is wat jullie denken, ben je naar de kapper geweest? Nou, daar heb ik een sketch over gemaakt, kijk maar. Toen kwam ik dus klaar in haar oog. Echt ongelooflijk. Nou ja, ben je trouwens naar de kapper geweest? Nee, naar de kapper gaan, ik eet mijn haar altijd op. Het leuke is, die grap is redelijk bekend in Nederland. Maar het erge is, als ik die grap vertel, krijg ik deze reactie. Ja, de McDonald's was zeker gesloten, hè? Bo, dikke. Ik ben naar de kapper geweest, want voor mijn tv-programma op Veronica, elke dinsdag 10 voor 12, moet ik er natuurlijk stralend uitzien. En ik ben eerlijk, de eerste reacties die ik binnenkreeg waren echt super. Wat een kutprogramma. God allemachtig zeg. Hoorde je dat? Hij vond het een kutprogramma. Terwijl het eigenlijk gewoon een bar slecht programma is. Maar dan mag ik blij zijn dat hij het een kutprogramma noemt. Niet bar slecht. Dat is positief, toch? Ja. En bij elke Bunny Movie horen natuurlijk slechte grappen. Nu kan ik wel moeilijk gaan doen met een leuke aanloop naar een grap. Maar ik kan jullie ook gewoon deze hele slechte grap laten zien. Oké, kerel, wat is erger dan je teen stoten aan een hoekje van de tafel, hè? Ik heb geen flauw idee. Nou, een auto-ongeluk. Geweldig. Ik weet wat jullie willen en wat jullie willen is meer van dat soort kutgrappen. Dus hier nog een grap, alleen dan over een Belg. Sorry Belgische kijkers. Oké, kerel, hoe noem je een Belg zonder hoofd? Nou, zeg het eens. Dood! Belg zonder hoofd is... Ja. Ik wil het even hebben over vrouwen. Alsof jij dat niet wist, staat godverdomme in de titel. Want vrouwen zijn mensen met borsten en vagina's en die bloeden maandelijks en dan worden een opstand monster. En ik denk dat iedereen met een vriendin dit wel herkent. Lijkt het je leuk om samen met mij aankomend weekend naar New York te gaan? Nou, misschien. Hoe bedoel je? Ja, gewoon. Ik weet niet. Is dat een ja of een nee? Nou ja, misschien. Maar dan moet je niet weglopen. Weer flauw. Heel flauw. Met die sketch van daarnet probeerde ik duidelijk te maken dat vrouwen onduidelijk zijn. Het erge aan de onduidelijkheid bij de vrouwen is nog wel dat die onduidelijkheid alleen maar voordelig is voor hun. Want als jij vervolgens een ander reisje boekt, krijg je dit te horen. Oké, liefje, ik heb de tickets geregeld naar Jamaica. Oh, wordt dit weer net zoiets als toen je beloofde dat we naar New York gingen? Maar jij zei dat je toen niet wou. Niet waar. Ik zei misschien. Kutzooi! Daar moet ik in mijn leven mee doen! Maar daar houdt het nog niet op. Want je hebt vrouwen als in vriendinnen, maar je hebt ook vrouwen als in moeders. Ik word elke ochtend op deze manier wakker. Hoe laat is het? 7 uur. Ik wil doorslapen. Oh. Maar mijn moeder heeft hele andere ogen. Ja, want mijn moeder denkt dat ik zo wakker word. Oh, ik ben net wakker, mama. Stel me zoveel vragen als je wil. Vragen. Yes! Maar natuurlijk heb je naast vieze moeders ook nog schoonmoeders. De Nobelprijs voor het slechtste ezelsbruggetje gaat naar Bardo Ellen. Dankjewel. Er zijn zoveel grappen gemaakt over schoonmoeders dat ik gewoon nog een sketch doe. Kijk er maar naar. Help, iemand! Oh. Wat is er aan de hand? Mijn schoonmoeder wil uit het raam springen. Niet doen! Ga terug! Wat doe jij nou? Ze krijgt het raam niet open. Ik bedoel, kan je helpen met het raam openmaken? Ja, je moet het sleuteltje naar links draaien, kwart slaan. Je kan zeggen wat je wil, maar ik loop hier nu wel te haten op alle vrouwen. Maar vrouwen lopen je in ieder geval niet voor de voeten. Mannen lopen elkaar altijd voor de voeten, hebben dezelfde ideeën, zijn lui. En ja, ze zorgen ervoor dat ik met de trap moet. Oh man, wat ben ik blij dat we lift hebben dat ik niet hoef te lopen. Oh, nou dan zal je net de lift hebben. Ik ga wel lopen. Maar mensen, hier houdt het nog niet op. Want vanaf de feestelijke Koreaanse muziek ga ik door naar een feest. En op mijn verjaardag zing ik altijd een leuk liedje en ik doe mijn ding. Fijne verjaardag, lieve. Bardo, oma woont hier niet meer. Oma is 3 jaar geleden overleden omdat jij was vergeten haar medicijnen te geven. Weet je dat nog? Ja, dat is ongemakkelijk. Ik ga er vandoor. Ja, dat is tamelijk ongemakkelijk. En dat was deze video eigenlijk. Onthoud alleen één ding. Vanaf 19 tot en met 25 oktober is de Nationale Banjo Week weer. Dan krijg je 7 dagen lang heel veel banjo movies. En je kan heel veel prijzen winnen. En geloof het of niet, maar in de eindvlog leg ik er meer over uit. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Banjo! Yo, what up gasten! En laat ik direct beginnen over de rechterkant. Helemaal bovenaan vind jij de prijzenvideo. Klik op de prijzenvideo. Jij gaat zien wat je allemaal kan winnen tijdens de Banjo Week. Daaronder vind jij een video met de uitleg over hoe jij alles kan winnen met de
Banjo heet. En daaronder zie je Banjo Town en Bardo staan. Abonneer op allebei de kanalen. Op Bardo komt een hele grote quiz online. En op mijn derde kanaal Banjo Town bespreek ik alle inzendingen. Geef ik veel prijzen weg. Ga ik op pad. Dat gaat allemaal komen tijdens de Banjo Week van 19 tot 25 oktober. Abonneer ook vooral Banjo Moves, kan je hierboven doen. Abonneer op Banjo Town, abonneer op Bardo. Geef een groen duimpje als je een YouTube account hebt. En geef een rood duimpje als je geen YouTube account hebt. Snap je wat ik doe? Ja. En voor elk groene duimpje wat ik ontvang, maak Joren van der Sloot 1000 euro naar je over. Nou, mooie deal toch? En deel deze video ook met al je vrienden. Stuur hem door naar die mensen die vrouwen haat. Stuur hem door naar die mensen die vrouwen zijn. Stuur hem door naar mensen die vrouwen willen zijn. Stuur hem door naar mensen die vrouwen willen vouwen. Bedankt voor het groene duim. Bedankt voor het abonneren hierboven. En nogmaals, kijk de prijzenvideo. Kijk de uitlegvideo. En abonneer op Banjo Town en Project Bardo. En dan ga jij vanaf 19 tot 25 oktober gigantisch veel banjo meuk krijgen. Lang leven de Banjo Week! En ik check jullie later.